Ik weet het niet, maar... Dylan heeft gewonnen. Oh ja, niet normaal. Super. We zagen jou al misschien wel als een van de eerste openen. Was dat het plan om zo vroeg met de ploeg al eigenlijk een coup te plegen? Ja, zeker. We wilden het gelijk op de kant zetten. En dat hebben we gedaan. Flinke investering. En dan op de Kattenberg ben ik gegaan om het te openen. En Jan en Nathan, die rijden weg. Gunstige situatie. En vanaf dan alles onder controle gehouden totdat ik lek reed op de Paddenstraat. En mooi dat we winnen. Toen was dus voor jou de koers over? Ja, ik kwam terug in het peloton en toen was er een valpartij. Dus toen viel ik. Maar het is wel gewoon door blijven rijden tot de finish, niet wetende dus wat er verder gebeurde? Nee, ik wist het niet, nee. Maar dit is prachtig. Verrast het je? Nee, tuurlijk niet, nee. Nee. Zeker niet. Ja, wat natuurlijk opviel is ook hoe dominant de hele ploeg reed. Echt vanaf het eerste moment al was Jumbo-Visma voor op kop. Vertel even wat het koersplan ook vooraf was. Wat ik zei, hè, dus op de lange munten tot de kant zetten. En dan situaties creëren waarin dat gunstig is voor ons. Dus. We zagen ook een hele sterke Jan Tratnik. Vertel even hoe dat met hem was en wat het plan met hem was vandaag. Ja, hetzelfde als het plan met mij. Dus we zouden vroeg een situatie creëren waarin ze achter ons aan moesten rijden. En dat heeft hij waanzinnig gedaan voor zover ik gezien heb. Hè. Ik wil ook weer laten zien dat Wout van Aert helemaal niet nodig is om alsnog heel dominant te rijden als ploeg. Ja, vandaag was een mooie dag. Dankjewel.